Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed in ieder geval. We hebben ondertussen al aardig wat stappen gemaakt als het gaat om het opzetten van de voeding voor spiergroei. Zo hebben we gekeken naar de calorieën, de macronutriënten, maaltijdverdeling, voedingssupplementen en vochtinname. En in theorie zou je dus nu kunnen beginnen. Alleen was dit allemaal vrij theoretisch en wilde ik de slag maken naar het praktische deel. En dat gaan we doen door samen boodschappen te doen. Zodat jij een beetje een idee hebt met welke producten je die calorieën en macro's dan kan indelen. Waarmee we naar mijn mening de hele voeding rond hebben. Dus mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te klikken. Want weet jij wanneer er weer een nieuwe video is geüpload. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij spiermassa opbouwen, vet verliezen en of gewoon een gezondere levensstijl in het algemeen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website en daar staat mijn 1-op-1 coaching. Maar dat gezegd hebbende, waar let ik nu precies op met het kiezen van de producten als het gaat om spiergroei? Aangezien het natuurlijk onmogelijk voor mij is om de perfecte boodschappen te maken, want iedereen is anders en misschien zit er iets tussen wat jij niet lust. Maar als jij dus weet waar ik de producten op baseer, dan kan je altijd zelf nog wat aanpassingen maken. Allereerst ter ondersteuning van de prestatie. Want we hebben het al besproken, maar uiteindelijk zijn je trainingen, oftewel je prestatie, de belangrijkste prikkel voor spiergroei. Want je kan eten wat je wil, maar als je daarnaast niet traint, met name hard genoeg traint, geef je het lichaam geen reden om te veranderen. En dan zullen al die extra calorieën die je eet, ja, je zal dan wel groeien in theorie, maar het zal geen spier zijn. Dus daarom is de belangrijkste functie van de voeding het ondersteunen van de training uiteindelijk. Daarnaast focus ik ook heel erg op herstel en mogelijk groei. Want je kan heel hard trainen, maar als je het lichaam dan niet de juiste bouwstenen geeft en voldoende bouwstenen geeft, met name de eiwitten, ja, dan wordt het uiteindelijk heel moeilijk om die spiermassa op te bouwen, ook al wil dat lichaam het dan heel graag. Dan een niet heel onbelangrijk puntje, de gezondheid. Want een gezonder lichaam wordt uiteindelijk wel een fitter lichaam. En tot slot, om het makkelijker te maken om aan de calorieën te komen, ga ik vooral kijken naar producten die calorisch hoger zijn en niet al te veel vullen. Want als ze heel verzadigend werken, ja, dan wordt het moeilijk om er meer van te eten en daarmee dus om aan je calorieën te komen. En hoe gaan we dit dan doen? Nou ja, allereerst, we gaan de boodschappen online doen. Ik gebruik hiervoor de website van de Albert Heijn. Dat is een hele mooie overzichtelijke website namelijk. Moet je boodschappen doen bij de Albert Heijn? Nee, kan ook gewoon prima bij de Jumbo, Lidl of Aldi. De reden dat ik het online doe, er zijn niet heel veel winkels die het waarderen als ik met mijn camera naar binnen loop. Dan daarnaast gaan we de boodschappen opdelen per macronutriënt. Dus we gaan kijken naar de eiwitten, koolhydraten en vetten. Technisch gezien hebben we natuurlijk ook nog vezels en alcohol. Maar vezels die vallen meestal binnen de koolhydraatbronnen en binnen sommige vetbronnen. En alcohol, ja, dat laten we gewoon eventjes links liggen. Het is ook goed om te weten dat iets bijna nooit alleen een eiwitbron is, of alleen een koolhydraatbron, of alleen een vetbron. Maar iets is altijd wel meer een eiwitbron, meer een koolhydraatbron of meer een vetbron. En om het dus eventjes zo makkelijk mogelijk te houden, heb ik besloten om het daarin op te delen. En tot slot gaan we ze per eetmoment opdelen. Dus ontbijt, middageten en avondeten. Betekent dit dat je daar niet mee kan schuiven? Nee. Maar sommige producten vind ik net wat meer voor het ontbijt en sommige producten vind ik net wat meer voor het avondeten. En tot slot ga ik jullie ook nog wat handige extra's meegeven. Dit zijn producten waarvan ik ze niet echt in één van die drie macronutriënten vind passen, maar waarvan ik toch wel de meerwaarde zie, zeker als je spiermassa wil aankomen. En laten we dan ook gelijk maar beginnen met iedereens favoriet, namelijk de eiwitten. Beginnend bij het ontbijt, het eerste waar ik aan denk, zijn eieren. En eieren is ook gelijk een mooi voorbeeld van dat iets nooit alleen een eiwitbron is of alleen een vetbron. Want als we dan gaan kijken naar de voedingswaarde van eieren, dan kunnen we zien per 100 gram één ei is ongeveer 50 gram, als we het over een normaal ei hebben, dus een medium ei, waarvan 131 calorieën, 9,1 gram vet en tegelijkertijd 12 gram eiwitten. Wil je het nu echt alleen maar puur eiwit maken, ja, dan kan je het ei scheiden, maar zeker als je wat spiermassa wil aankomen en de calorieën goed kan gebruiken, dan zou ik er gewoon voor kiezen om hele eieren te gebruiken. Een ander voordeel van eieren is dat je dat ook gewoon in olie kan bereiden en olie komen we dadelijk nog op. En dat is een heel makkelijk trucje om de calorieën te verhogen. Dan het volgende waar ik aan denk is zuivel. En we horen altijd wel eet kwark en vooral magere kwark, omdat dit echt een eiwitbron is. En dat klopt. Maar als we willen aankomen, dan hebben we liever de volle zuivel. Waarom? In volle zuivel zit de volle hoeveelheid vet. En met die vetten komen ook weer calorieën kijken. Want als we dan volle kwark gaan vergelijken met magere kwark, kunnen we zien dat er per 100 gram 115 calorieën in zitten met 7,1 gram eiwitten. En gaan we dat nu vergelijken met de magere kwark, dan zien we nog maar 50 calorieën, minder dan de helft. En weliswaar 8,5 gram eiwitten, net iets meer. Maar het scheelt niet heel veel. Dus je hebt de dubbele hoeveelheid calorieën en maar net iets minder eiwitten. En dit is ook heel makkelijk, want als je dan weer gaat afvallen of vet verliezen, dan is het enige wat je hoeft te doen te switchen van volle
naar magere. Je zou ook van mager naar half vol kunnen gaan als de stap naar volle te groot is voor je, afhankelijk van hoeveel calorieën je nodig hebt. Maar zo blijft wat je eet redelijk hetzelfde en wordt de switch tussen verschillende fases wat minder groot. En dit geldt overigens ook voor andere zuivelproducten. Zo hoef je geen kwark te eten. Je kan ook prima volle yoghurt nemen. Als we dan gaan kijken naar de volle yoghurt, per 100 ml 52 calorieën en 3,3 gram eiwit. En dan denk je misschien bij jezelf van, goh, dat is en minder eiwit en minder calorieën. Maar iets wat yoghurt heeft ten opzichte van kwark is dat het minder dik is. Yoghurt is vrij vloeibaar en kwark best wel stevig. Dus het is ook makkelijker om waarschijnlijk meer yoghurt te eten omdat dat wat minder zwaar op de maag ligt. Daar kan je een beetje mee spelen en kijken welke voor jou daarin het beste werkt. Dan zou je natuurlijk ook Griekse yoghurt kunnen nemen. Dan zou ik gewoon de 10% vet daarin nemen. Dat is daar de volle variant. Maar naast yoghurt zou je ook nog kunnen kiezen voor volle melk. Ik had het net al eventjes over hoe dik iets is en hoe erg iets vult. Nou ja, yoghurt is al vloeibaar, maar melk is letterlijk vloeibaar. Dat gaat ook heel makkelijk er doorheen. En als we dan gaan kijken naar de voedingswaarde van volle melk, 65 calorieën per 100 ml met 3,6 gram eiwit. Ook weer best prima. Dit zou je ook kunnen meenemen in pakjes. Er zijn ook gewoon pakjesmelk, heel makkelijk om mee te nemen. Aangezien vloeibare calorieën toch altijd net wat makkelijker gaan. Eet je nu geen dierlijke producten, dan zou ik zeggen neem een sojadrink ongezoet. Als we daar dan gaan kijken naar de voedingswaarde, 36 calorieën, dus dat is wel wat minder. Maar dan krijg je alsnog de eiwitten binnen. Of, en dit vind ik een betere optie, de ertedrink ongezoet. Als we daar dan gaan kijken naar de voedingswaarde, 44 calorieën, net iets meer, en ook 3,2 gram eiwit. En de melk, de sojadrink en de doperwtendrink kan je ook heel makkelijk gebruiken bij gerechten. Zoals havermout, printa of muesli. Waar je die normaal gesproken tijdens het afvallen misschien met een magere melk zou nemen. Of een amandeldrink ongezoet, die een stuk lager in calorieën zijn. Kan je nu hierheen switchen. En dan opnieuw is die fase tussen vetverlies en spiergroei, dat is niet zo'n groot verschil. En dat wordt dus ook makkelijker om te doen. En dan heb ik nog twee producten waarvan jullie misschien zouden denken, hè, die had ik niet verwacht. Waarvan de eerste is de chocomel zonder toegevoegde suiker. Want als je de suiker eruit haalt, dan is het eigenlijk gewoon melk met cacao. Waarmee de voedingswaarden ook best wel mooi worden. 48 calorieën met 3,3 gram eiwit. En stel je dus voor dat je gewoon een liter chocomel zou drinken op een dag, dan heb je al 480 calorieën binnen. Waarvan, laten we eerlijk zijn, niet echt voelt als 480 calorieën met 33 gram eiwit. En dan nog zo eentje is een 0% vet drinkyoghurt. Opnieuw, het is veel makkelijker om je calorieën te drinken. Het probleem is alleen dat heel veel producten die je kan drinken, die calorieën bevatten, onnodig veel suiker bevatten. En de chocomel en de drinkyoghurt, daar valt dat echt reuze mee. Want als we dan gaan kijken naar de drinkyoghurt, per 100 ml 27 calorieën met 3,1 gram eiwit. En als je normaal water dronk, ja, dan is dit wel echt een hele mooie toevoeging. En dan zijn dat eigenlijk de eiwitbronnen die ik had als het gaat om het ontbijt. En dan kunnen we door naar het middageten. En als het gaat om middageten, dan denk ik eigenlijk altijd aan brood. Dus dan gaan we kijken naar beleg. En de eerste is 30 plus kaas. Je zou technisch gezien ook de 48 plus kaas kunnen kiezen. Al vind ik het dan wel heel erg vet allemaal worden, want we hebben ook natuurlijk de volle zuivelproducten. Nou lijkt verzadigd vet uit zuivel niet hetzelfde effect hebben als verzadigd vet uit bijvoorbeeld vlees. Maar toch eventjes het zekere voor het onzekere, raad ik daarom eigenlijk altijd de 30 plus kaas aan. Denk ik dat het heel erg uitmaakt als je naar de 48 gaat? Nee. En 48 bevat natuurlijk wel meer vet, daarmee ook meer calorieën. Als we dan gaan kijken naar de voedingswaarde van 30 plus kaas, dan kunnen we zien per 100 gram 295 calorieën met 31 gram eiwit. Dus dat is best wel mooi. En dan een andere zuivelvariant die je ook nog op je brood zou kunnen doen, is mozzarella. Als we gaan kijken naar de voedingswaarde van mozzarella, kunnen we zien per 100 gram 247 calorieën met 18 gram eiwitten. Dus dat is wel iets minder eiwitten. En je zou dit theoretisch gezien ook een vetbron kunnen noemen, omdat het 19 gram vet bevat uiteindelijk. Maar zuivelproducten in het algemeen is hele hoge kwaliteit eiwit en daarom zet ik hem er wel bij. Dan hebben we eigenlijk alle zuivelproducten gehad en gaan we naar de vleeswaren. En bij de vleeswaren hou ik het wel liever mager. Want wat ik net al zei, het verzadigd vet uit vlees, ja, dat geeft wel een verhoogd risico uiteindelijk op hart- en vaatziektes. Dus dat gaat een beetje tegen het doel in qua gezondheid. Dus daar blijf ik meestal wel bij kipfilet. Dan kijken we naar de voedingswaarde van kipfilet, 125 calorieën maar met 19 gram eiwit. Dus dat is hartstikke mooi. Maar het zet niet echt zoden aan de dijk als het gaat om calorieën. Dan een andere die je nog zou kunnen nemen is kalkoenfilet. Ook hier de voedingswaarde 105 calorieën, 19 gram eiwit. En dan tot slot zou je ook nog iets van ham kunnen nemen. Waarvan het per 100 gram 106 calorieën bevat.
en 15 gram eiwitten. Dus met die vleeswaren, zoals ik al eventjes zei, je zet niet echt zoden aan de dijk als het gaat om calorieën. Maar wat je wel heel mooi kan doen, is dubbel beleggen. Want kaas en vleeswaren, over het algemeen wordt dat een tosti. Dus waar je normaal gesproken alleen kaas zou nemen, zou je tijdens het aankomen zeggen van weet je wat, ik neem gewoon lekker kipfilet en kaas. Dan heb je de calorieën van bij. En hebben we daarmee eigenlijk ook het beleg gehad, of het eiwitrijke beleg gehad. En kunnen we door naar het avondeten. En als het gaat om avondeten en eiwitbronnen, dan denk ik toch meestal aan vlees. En ik zei het net al eventjes, zadigd vet uit vlees geeft wel een hoger risico op hart- en vaatziektes. Dus ja, we gaan iets vetter vlees kiezen, maar we willen er nog steeds wel een beetje mee oppassen. Maar de eerste die ik eigenlijk altijd aanraad is kipdijfilet. Ook weer een hele makkelijke switch tussen kipfilet en kipdijfilet. We dan gaan kijken naar voedingswaarde per 100 gram 147 calorieën met 19 gram eiwitten. Qua varkensvlees gaan we eigenlijk kijken naar carbonades. Dus dat kan een schoudercarbonade zijn, een ribcarbonade kan dat zijn. Het is een beetje om het even welke je kiest, want als we gaan kijken naar de schoudercarbonade, de voedingswaarde, 184 calorieën, 19 gram eiwit. De ribcarbonade, 151 calorieën met 23 gram eiwit. Dan als het gaat om rund, nou ja, dan kan je een mager runder gehakt nemen. Ik zou niet het volvette gehakt nemen, ik zou wel voor mager kiezen. En als we gaan kijken naar de voedingswaarde van gehakt, 90 calorieën met 20 gram eiwit. Dus wat je ook nog zou kunnen kiezen, runder tartaar per 100 gram 171 calorieën met 20 gram eiwit. We willen wel uitkijken voor het verzadigd vet wat erin zit. En dit is waar vleesvervangers uiteindelijk om de hoek komen kijken. Iets zoals vegetarische kipstukjes bijvoorbeeld, maar ook vegetarische wokstukjes, pulled chicken, deze vegetarische shawarma. En waarom komen die nu om de hoek kijken? Nou, ik heb het steeds over verzadigd vet gehad, maar in die vleesvervangers, als we deze kipstukjes even gaan bekijken, zitten ook vetten, maar voornamelijk onverzadigd vet. En onverzadigd vet geeft weer een verlaagd risico op hart- en vaatziektes. Dus als je die twee een beetje afwisselt, de ene keer neem je een wat vetter stuk vlees en dan daarna neem je een keer een vleesvervanger, dan krijg je daar een hele mooie balans in. Dan is het niet alleen maar verzadigd vet, nee, dan ben je dat heel mooi aan het afwisselen. En iets wat vlees weer heeft, ten opzichte van vleesvervangers, is dat er in vleesvervangers weer heel veel zout zit, wat in vlees weer niet zit. Dus door die dan weer af te wisselen, krijg je opnieuw een hele mooie balans. Ja, de kipstukjes, 167 calorieën, 21 gram eiwit. De vegetarische wokstukjes, als we daar naar de voedingswaarde gaan kijken, 171 calorieën met 22 gram eiwit. De pulled chicken, per 100 gram 235 calorieën met 19 gram eiwit. De vegetarische shawarma, 172 calorieën met 18 gram eiwit. En dan tot slot kan je ook nog voor vis kiezen. En nou zie ik vette vis zelf als een vetbron. Maar iets wat je wel zou kunnen doen, is deze tonijn in blik op zonnebloemoliebasis kiezen. Want door de olie aan toe te voegen in plaats van water, krijgt het ook weer wat extra calorieën. Zo is het per 100 gram 180 calorieën met 23,5 gram eiwit. En het geldt overigens ook voor vlees of de vleesvervangers. Bereid het gewoon in olie. En daar mag je best wel royaal mee zijn. Zeker als je moeite hebt om aan je calorieën te komen. Aangezien de calorieën van olie, zonder dat je het door hebt, toch best wel kunnen aantikken. En dan hebben we daarmee eigenlijk alle eiwitbronnen gehad. Als het gaat om ontbijt, middageten en avondeten. En kunnen we door naar de volgende macronutriënt.